Maar hier zie je gewoon dat het heel veel reactie opwekt bij luisteraars die het ongepast vinden. Dat hoort gewoon niet in een stemblok. Zo simpel is het gewoon. In het reclameblok hoorden we hem net ook weer na het nieuws in het kader van de Week van het Leven. Bij de reclamecodecommissie zijn inmiddels meer dan 120 klachten binnengekomen over het spotje. Het blijkt een anti-abortuscampagne te zijn van een aantal pro-life organisaties. Alleen als je het spotje hoort, ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te laten horen, want het komt best heel vaak voorbij op een dag. In ieder geval hier op NPO Radio 1, maar ook op de andere radiozenders. Dan is niet meteen de afzender duidelijk als je de spotjes hoort. Thomas, heb je begrip of sluit je aan bij de aversie die er is, de problemen die er zijn, de kritiek? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat Investico een onderzoek heeft gepubliceerd iets minder dan een jaar geleden, naar heel concreet met de vraag: wat zijn nou eigenlijk de successen van de anti-abortusbeweging in Nederland? Wat bereiken ze nou? Want we kennen dit spotje, de Week van het Leven wordt al een aantal jaar. Ja. En dan hebben we ieder jaar ook ingezet. Een discussie erover. En ieder jaar is er weer zo'n vrolijke discussie over. Maar wat bereiken ze er nou mee? En eigenlijk zijn er. Ik vond dat de resultaten die de onderzoekers daar uithaalden opmerkelijk. Want het zijn. Kijk, dit spotje is eigenlijk de luide kant van deze beweging. Die laat zich horen, die koopt zendtijd letterlijk in. Uh-huh. En dan zie je iets interessants inderdaad. De afzenders zijn een beetje onduidelijk, de Week van het Leven. Nou, er zijn politieke partijen bij betrokken, namelijk de SGP en de ChristenUnie. Dat hoor je niet in zo'n spotje. Lijkt me toch belangrijk dat helder wordt. Zeker als de ChristenUnie nu aan het meeonderhandelen is over een kabinet. En wat zo'n spotje natuurlijk langzaam aan het doen is, en die klacht die deel ik wel met verschillende radio-dj's die zich daarover hebben uitgesproken. Het is de eerste stap naar schaamtegevoelens opwekken over abortussen. En dat is heel kwalijk. Alleen even, kom ik toch, het zit ingebed in een reclameblok. Ja. Het doet even helemaal niet toe wat ik er persoonlijk aan vind. Even puur strikt genomen, op het moment dat het binnen zo'n sterblok is, dan wordt het op het moment dat het echt misleidend zou zijn of heel erg suggestief of dat er onwaarheden worden verkondigd, dan kun je naar een reclamecodecommissie stappen. Ja. En die kan daar dan, wat nu gebeurt, onderzoek naar doen. Maar wat een ster zegt, je kan ook geen censuur gaan toepassen omdat de boodschap je niet aanstaat. Nee, maar we kunnen daar wel aanhoudend op wijzen in de Week van het Leven. Dat het argument, zullen we echte hulp gaan bieden voor ongewenst zwangere vrouwen, een eerste stap is in een poging die heel duidelijk geformuleerd wordt als je ietsjes verder kijkt. Ja. Als je kijkt wat de programma's zijn die deze mensen willen, naar het inperken van de keuzerechten van vrouwen. En dat is heel belangrijk om daarop te blijven wijzen. Ja, natuurlijk is het zomaar censureren, kom je in allerlei problemen terecht, maar misschien kunnen we wel zeggen, goh, misschien moet duidelijk zijn als je politieke campagnespotjes voert, dat je duidelijk maakt van wie de afzenders zijn. Ik zou persoonlijk ook niet zo'n probleem hebben met misschien het weren van politieke campagnes uit de ster. Ik zie niet zozeer wat daar nou per se problematisch aan zou zijn en waarom dat niet voor iedereen dat mag gelden. Het probleem is, dit is een, wat we nu zien in die campagne, is de zichtbare kant. Het is veel interessanter om ook te kijken naar de onzichtbare kant. De stille kant. En dan zie je, vond ik eigenlijk schrikbarend, bijvoorbeeld een wet, die kan je je misschien wel herinneren. Een aantal jaar geleden was er een beweging van ouders van overleden kinderen die tijdens de zwangerschap hun kind verloren. Mm. Die wilden hun kind inschrijven in de basisregistratie persoonsgegevens. Dat is een vorm van erkenning. Het was een hele mooie wet. Of een heel mooi initiatief eigenlijk. Ik kan je dat heel goed voorstellen dat ouders dat willen. Maar wat gebeurt er dan? Dat is precies zo'n moment waarop de SGP heel erg gaat helpen om die wet door het parlement te krijgen. Het liefst ook zonder discussie. Ja, we voelen dit allemaal, dat is heel belangrijk. Vera Bergkamp, thans voorzitter van de Tweede Kamer, die sponsorde die wet, die nam dat op zich. Die wilde dat ook niet bespreken in de Kamer. Wat ik een affront vind. Dat je als Tweede Kamerlid iets niet wil bespreken, een wetsvoorstel niet wil bespreken in de Tweede Kamer. De wet werd er doorheen gehamerd. Op dat moment nam de SGP het woord en die zei, we zijn heel blij met deze wet. Want het raakt aan de waardigheid van het ongeboren leven. Een paar maanden later, gemeenteraadslid van de ChristenUnie in Amsterdam ging met een moeder die dan spijt zou hebben van haar abortus naar het gemeentehuis om daar haar geaborteerde vrucht te registreren. Mm. En dit is een eerste stap. We hebben nu in het wetboek een eerste stapje naar het wet. Het recht van de foetus. En dat zijn allemaal van die kleine stapjes waar we langzaam inlopen, omdat we niet goed opletten, dat we eigenlijk ook vaak deze beweging niet serieus willen nemen. Dus dan is het eigenlijk, als ik hem kort samenvat, deze spot nu,
moeten veel meer kijken naar wat zit erachter. Wat zit erachter, ja, wat zit er en niet alleen nu daarover die discussie en voeren. Onder meer politieke partijen, ja, en dat moeten we benoemen. Ja. Elke van der Wel, begrijp je de bezwaren die er zijn? Ja, en nou, wat ik ook denk, maar dat is misschien, sta ik daar dan heel naïef in. Als het gaat om commercials, dat hoort gewoon te zijn omdat je iets te verkopen hebt. Ja. En dit is gewoon een heel gevoelig maatschappelijk debat. Wat doet dat in een sterblok, vraag ik me echt af. En dan zegt de ster, ja, we kunnen dat niet zomaar weigeren, want censuur. Maar zodra de concurrent hier wil adverteren, BNR heeft in het verleden regelmatig geprobeerd, dan staat de ster op zijn achtste benen, want de concurrent, dat is toch verschrikkelijk. Nou, daar doe je echt geen luisteraar kwaad mee. Maar hier zie je gewoon dat het heel veel reactie opwekt bij luisteraars, mm-hmm, die het ongepast vinden. Dat hoort gewoon niet in een sterblok. Zo, ja, simpel is het gewoon. Ja, het is inderdaad, die discussie mag je maar voeren in een maatschappelijke discussie. Maar wat doet hij in een reclameblok? Je krijgt de ik formuleer weer even officieel hoe het is, hè? Dus even, ja, onafhankelijk van hoe ik er zelf in sta. De strijd, iets is niet in strijd in dit geval met een vrijheid van meningsuiting. Dus je kijkt naar inderdaad wet en regelgeving. Het komt dan bij die reclamecodecommissie. En dan zou je bijvoorbeeld met wat we net bespreken ook wel op suggestief kunnen uitkomen. En dat iets is, ja, maar wat bijvoorbeeld onderzocht wordt. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je ook kan meteen kopen dat heel veel mensen naar je gaan luisteren. En dat is hier wat je wel doet door reclamespotje, ja, te kopen. Dat is een brede maatschappelijke discussie. Je mag alles zeggen, maar mensen hoeven niet geforceerd te worden om ernaar te luisteren. Marleen Stikker, jij kwam bij een collega af mij wel met een interessante gedachte, vond ik. Van, zou je niet meer kunnen kijken naar de programmering? Ja, wat ik zo lastig vind, is dat zie je natuurlijk in veel media, dat de commerciële tak en de redactionele tak uit elkaar ligt. Ja. En het lijkt me heel erg lastig als je een programma maakt en jouw content wordt gebruikt, ja, om daaromheen voor dingen te adverteren waar je heel veel moeite mee hebt. Ik zeg ook dus niet al een paar keer, het doet er niet toe wat ik, ja, vind. Nee, ik zeg toch normaal eigenlijk nooit. Maar, ik, maar dat zou er juist wel, ja, toe moeten, ja, doen. Het, ja, is toch raar. Dat is, je kan met elkaar voor programma's, voor kanalen, een aantal publieke waarden definiëren en zeggen, nou, die hanteren wij ook ten opzichte van de reclameuitingen. Dus ik zou zeggen dat en zeker en op zich de meer fundamentele vraag is, wat zit erachter? Mm-hmm. Follow the money. En dan zou je in dit geval kunnen zeggen, er zit gewoon een politieke beweging achter. Onder meer, hè? Ja, ja, maatschappelijke organisaties, maar ook politieke organisaties. Ja, goed, maatschappelijke organisaties met een politieke agenda, ja, die ook gesteund wordt door politiek. Ja, dat lijkt me voldoende om te zeggen, dat is suggestief, dat moet je niet in een, ja, programma hebben. Maar ik vind echt die vraag, waarom zou je als programmamakers niet meer zeggenschap kunnen hebben over de commerciële uitingen die om jouw content heen, ja, zitten? Dit is wat wij als programma voor staan. Dus dan, ja, ik weet dat dat allemaal netjes uit elkaar gaat, maar überhaupt het idee dat commercie en inhoud van elkaar te scheiden is, vind ik lastig. Ja. Zou het kunnen? Ik denk dat een directeur van de ster, ja, die wij nu zo niet even 1, 2, 3 in de uitzending hebben, maar... Dat is altijd lastig, want die scheiding wil natuurlijk ergens ook al. Maar ik herinner me een paar maanden geleden dat er een soort anti-vaxxersclub ook een advertentie in NRC heeft geplaatst en dat iedereen zich ook afvroeg die bij de NRC werkte, hoe is dit naar hemelsnaam er doorheen gekomen? Dat zij die advertentie plaatsen. Ook op een hele slimme, suggestieve manier hebben ze die advertentie geplaatst en dat linkte dan naar een flyer met allemaal onwaarheden die online stond. Het is echt, ja... Aan de ene kant wil je dat, aan de andere kant zou gewoon een commerciële afdeling daar veel waakzamer op moeten zijn, in mijn ogen. Volgens mij hoeft dat niet eens dichter bij de programma maken of bij de redactie te liggen. Volgens mij een goede commerciële verkoopafdeling kan daar gewoon veel beter op letten. Ja. Ja, ik vind het geen rare algemene regel om te zeggen, we geven geen zendtijd, ook niet in de ster, aan bewegingen die er uit zijn op het inperken van rechten van mensen. Zou dat een controversiële regel zijn? Dat zou wat jou betreft, als je dan zegt, wat zijn richtlijnen? Waar een reclamecodecommissie, de lineaal die de reclamecodecommissie hanteert? Ja, maar dan krijg je straks weer mensen zeggen dat er niet geen informatiecampagnes voor de QR-code mag komen, omdat het recht in pech. Dus het is altijd een kleine schaal. Ja, er zit altijd een kleine schaal aan. Ja. Dat is natuurlijk het lastige in dit geval. En het feit dat het al Het zoveelste jaar is dat dit nu weer kijk, de belangrijkste eerste stap is gewoon het reinigende licht van de openbaarheid. We moeten duidelijk benoemen wie dit zijn, wat ze willen, waarom ze het doen. Ja. En als niet in de sterblok, dan toch in die programma's die tussen de sterblokken in zitten. Ik wou het zeggen, als je elk programma gebruikt na de advertentie om dit te benoemen, ja, een soort overgebruik dus van mening dat, ja, en dan, dan wordt het vervelend om te adverteren. Direct na de ster moeten doen dit onderwerp. Ja. Dat was duidelijk. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.